zijn in Groningen in een experimentele omgeving waarin we nieuwe technologie testen op toegevoegde waarde. In dit geval in de sector openbaar vervoer. Het gaat erom dat nieuwe technologie openbaar vervoer in de provincie Groningen kan ondersteunen en de kwaliteit en betrouwbaarheid op een hoog niveau kan houden en misschien ook wel kan verbeteren. De provincie Groningen heeft een zelfrijdend busje beschikbaar gesteld voor dit experiment. En op dit busje hebben we een aantal camera's geplaatst die ervoor zorgen dat je een 360 graden beeld rondom het busje krijgt. De data die daarmee door die slimme software wordt gegenereerd, die sturen we over de nieuwste routers, sturen we die over een nieuw communicatienetwerk weg. Hiervoor hebben we onder andere op het terrein een Massive MIMO antenne opgehangen. Deze antenne is veel beter in staat om een verbinding met een device op te bouwen, maar ook een veel betrouwbaarder netwerk te creëren. De data die over die antenne binnenkomt, die wordt vervolgens in een simulator beschikbaar gesteld aan een operator die op die manier op afstand veilig kan beoordelen of de situatie rondom het busje veilig is of niet. Future, we're gonna have a mobility on demand. So when you hire this vehicle and it will come park right outside of your door, all you have to do is just get in, sit in your seat, hit the button, and the rest vehicle will drive automatically. So you don't have to touch anything or do anything in order to go from point A to point B. Gedurende de testdag vandaag zijn we aan het experimenteren met nieuwe technologieën. Dat betekent ook dat je continu aan het fine-tunen bent hoe iets beter kan of niet. Zowel de camera's, het netwerk als het busje zijn we gedurende deze dag gaan kijken, kunnen we dat op een manier inrichten zodat het technisch gezien een betere oplossing staat, waardoor je functioneel beter in staat bent om op afstand dit busje te gaan besturen. How did we do it? Yeah, how did I do it? How, you did nothing. Are we ready for Hollywood or? So you feel confident? You see, yeah, it worked. Yeah, we are very confident. It yeah. worked. Yeah, water, steel and explore. Ik ga, we gaan toch nog even proberen via VNC. Ik ben toch gewoon even nieuw. Als woorden zijnde zijn we betrokken binnen dit project door onze slimme software die wij gebruiken. Wij hebben software ontwikkeld waarmee we van meerdere camera's rondom een bus die beelden aan elkaar kunnen plakken en dan direct live door kunnen zetten naar een meldkamer of naar een control room toe. Waarin iemand kan beoordelen of er ingegrepen moet worden of niet. En vooral het livestream is daarbij heel erg belangrijk dat het zo snel mogelijk gebeurt, zodat er mag geen vertraging in het geheel zitten. Een voorbeeld vanaf van 360 graden is wat je hier ook kan zien. Je kan helemaal rondom kijken. Alles wat er om de bus heen gebeurt zie jij meteen terug. En op basis hiervan kun je een beoordeling maken of er ingegrepen moet worden of niet. In een experiment van een dag hebben we geconstateerd dat de nieuwe technologie kan werken en dat het toegevoegde waarde kan bieden aan een autonoom rijdend voertuig. Maar de techniek zal nog verder ontwikkeld moeten worden. En dat is ook logisch in een experimentele omgeving. Hetzelfde geldt voor een autonoom voertuig. Ook hier zal er in de toekomst de nodige ontwikkeling plaats gaan vinden. De bedoeling is dat zowel de communicatietechnologie als het autonoom voertuig verder naar elkaar toe groeien, waardoor een besturing op afstand mogelijk is. En daarmee bedoel ik dat een besturing kan voorzien in het ingrijpen op het moment dat het nodig is. Info creëren voor een bestuurder op afstand door middel van de camera's is dus essentieel. Snel kunnen reageren,
door middel van een afstandsbesturing of een stopknop op afstand is belangrijk en dat betekent dat het netwerk ook snel moet gaan reageren. 5G zal daar in de toekomst een belangrijke rol in gaan spelen.